financieel zijn er eigenlijk ook heel weinig middelen voorzien. Er is op dit moment nog altijd de onderhandelingen met de Europese Unie, die al een aantal jaar lopen, op welke fondsen we zouden recht hebben als Vlaanderen, als we slachtoffer zijn van die Brexit. Maar binnen de Vlaamse begroting zelf waren er een aantal middelen voorzien om inderdaad het FIT beter te laten werken, specifiek rond de Brexit de voorbije jaren. We zien nu dat in het centenplaatje die voorligt, ook in het begrotingsplan 2020, dat die middelen niet opnieuw zijn voorzien voor 2020. Dus wij zijn toch wel heel bezorgd dat eigenlijk vanuit de Vlaamse regering op dit moment, naast het werk op het veld die al verzet is, dat er eigenlijk financieel niks voorzien is om de gevolgen op te vangen. En met alle respect, als we in januari een Brexit hebben, dan is dat eigenlijk 9 maanden na datum. We hebben een zwangerschap extra tijd gehad om ons daarop voor te bereiden. En we staan helaas nog altijd niet ver genoeg.